hallo mensen, welkom op een nieuwe video bij Nina Runners. Vandaag ga ik een Oreo set maken met deze Oreo Plasbo. En waarschijnlijk is het natuurlijk opgemerkt. Ik heb blokjes. Yes, ik heb het al wel een redelijk lang, ik denk een paar weken, twee weken of zo. En nu kan je het zien. Ik heb blokjes. Ik heb dus ook 6 maanden een beurt gedraagd, dat heb je ook wel gezien. En ik heb blokjes voor denk ik 2 jaar. Yes. Dus vandaag ga ik Oreo-sap maken. Jullie vragen waarschijnlijk af van, wat doe je dan met mijn Oreo-sap? Ik doe het jullie nu ook gewoon als eerste heb ik sowieso een pak Oreo nodig. Ik heb een 2,1 pak, maar ja. Het is de enige die ik in heb. Of ik denk dat ik wel nog wat heb. Ja, nou, oké. Dus ik heb deze pak en natuurlijk heb ik ook wel melk nodig. Het zit nog een klein beetje in, ik denk ja, zoveel. Maar ik ga gewoon straks snel naar de lijst achter gewoon een nieuw pak melk. Ik heb gewoon dit nodig en natuurlijk ook een kom. Oké, ik gebruik dus deze kom, dan kan ik alles goed erin zetten. Wat mijn plan is, is eigenlijk om kleine stukjes Oreo hierin te doen. Ik doe dan ook wel een beetje melk bij en dan mix ik het met een mixer dus. Dit is de mixer, dus dan ga ik dat zo doen. Ik doe het even in elkaar steken. Dus ik hoop dat het gaat lukken. Ik heb ook nog een eerder gezien op video's van andere mensen. Ik denk dat het gaat lukken sowieso. Ja. Ik ben trouwens ook alleen in mijn huis, dus daarom doe ik het wel even. Als ik alleen ben, zal het chillen. Dan hoor je ook geen lawaai op de achtergrond. Ik ga beginnen met deze dingen te maken. Ik zou zeggen, let's go. Maar het kan ook altijd fout gaan. Wie weet kan een fout gaan. Kom ik heel anders uit van iets heel raars, ik weet het niet. Ik ga het gewoon proberen. Ik denk dat het de eerste keer is iemand die dat probeert. Ik weet niet of er nog mensen zijn die het probeert. Hopelijk als jullie lukt, maar van mij heb ik het nog niet gezien van andere mensen. Ik ga het gewoon proberen. Let's go. Oké, dus wat ik nu ga doen, ik ga de Oreo pak openmaken. Voilà, die is open. En dan ga ik nu in tijdverloop heel snel is voor jullie de Oreo'tjes in kleine stukjes hier in deze kommetje doen. En dan erachter maak bij doen. Let's go! Oké, ik ben klaar en het is nu al proper. Een klein paar kleine brokjes, maar ik ga het wel allemaal opgeven. Ik ben klaar, ik heb de allemaal stukjes Oreo erin gedaan. Ik kan even kijken. Kijk, het is tot aan 4. Ik ga er nu gewoon melk bij doen. Melk bij doen, voilà. En het is klaar. Nee, oké. Oké, dus ik ga nu melk inheten en dan ga ik wel zien wat er nog gaat gebeuren. Dus let's go. Ik ga er een klein beetje in heten. Jullie kunnen kijken. Ja. Ik denk wel nog een klein beetje meer. Hup. Ik doe een heel de pot eraf. Oei, ik heb het echt niet even gehad toen met de reden eraf. Denk van niet. Upsie. Oké, er is een liedje op de achtergrond van de tv. En ik weet eigenlijk niet of ik ga toekomen met dit klein beetje. Ik denk van niet. Ik denk dat ik gewoon. Het is echt super lekker, weet maar. Nee, ik kan het natuurlijk niet rekenen. Maar ik ga gewoon naar de winkel, hij is super dichtbij. En ik ga daar gewoon, denk ja, 1 pak melk gaan halen. Dus ik zal naar de winkel. Oké, guys, er is heel kut gebeurd. Ik ging even van mijn huis naar de winkel dus, zoals jullie al weten, naar de winkel voor wat de melk. En ja, ik kan niet binnen in mijn huis. Ik heb mijn sleutel vergeten. Ik heb bericht gestuurd en hopelijk komen ze nu wel de deur te open doen, maar ja. Ik heb gewoon sleutel vergeten, ik had er helemaal niet aan gedacht. En ik dacht al dat ik iets was vergeten, maar het was gewoon dat ik mijn sleutel was vergeten. Voor de rest heb ik geld en geen zin bij, maar ja. Ik heb gewoon mijn sleutel vergeten. Ik ga even wachten tot ze komen en dan ja. Oké, mijn sleutel weer ga ik dan terug naar de winkel. Oh, jokers. Oké, guys, ik ben terug van de winkel en ik heb de melk bij dus. Kostte het maar 3,50 cent en ik kostte eigenlijk 2,30 euro bij, 2,50 euro bij. Maar ja, ik nu moet ik alleen maar nog wachten tot wanneer ze er zijn, dus nog even wachten. Let's go! En ik ben ook vergeten te filmen in de winkel. Oei, dat weet je allemaal niet. A few moments later. Oké, hij is daar. Yes, eindelijk. Oké, als je bent er van de lijst. Dus de Oreo is nog altijd super goed. Ik heb niks gebeurd eigenlijk. Ik ben tussentijds naar de winkel geweest en eigenlijk een kwartiertje weg geweest.
Ik heb dus de nieuwe melk en eigenlijk stond er nog in. Hiernaast nog zelf 4 of 5 potten melk stond. Dus ik heb vandaag half van niks, maar dat is maar 53 cent. Dat is eigenlijk toch niet zoveel. Maar ik heb mij bedacht. Oké, mijn plan kan ik dus niet uitvoeren. Ik heb geen bol ijs meer. Ik wil dus eerst verder afwerken en dan wil ik nog een beetje melk brengen. Dan wil ik dit in een bol ijs doen, in een bol van vanille. En dan dat ik dat dan zoals zo van ijsje kan opdrukken, is dus dat ik dan aan nu snappen. Dus dit gewoon op een ijs doen en dit ook nog een beetje laten koud. Een beetje in de frigo zetten, dat dat dan een beetje koud is ook. Maar ik heb geen vanille meer, ik ga echt niet meer naar de winkel gaan. Ik ga gewoon een beetje melk bij doen. Let's go, ik wil wat gaan lukken. Let's go. Oké, het is tijd voor mixen. Het is echt super scherp, kijk dat mesje. Dan, dat is stand 2 en dan, dat is stand 1, je hoort het wel. Stand 1, stand 2. En ik ga nu een beetje mixen. Zie die kleur? Ja. Oké, dat is goed. Ik wil ook niet te veel mixen, maar ik wil ook natuurlijk nog kleine brokjes hebben. Maar check hoe vies dat dat is. We kunnen zien, maar... Check hoe vies dat erin uitziet, maar hopelijk wordt het wel lekker. Er bestaat eigenlijk ook een Oreo ijs, daar heb ik echt super veel zin in. Maar natuurlijk, ik heb dit een Oreo sap dus. Het is echt goed gelukt en ik hoop het toch dat het heel goed gelukt is. Het ruikt toch super lekker naar Oreo, het ziet er misschien wel een beetje vies uit. Oké, ik heb dus een klein beetje in de frigo stap dat wel een beetje koud is. Dat natuurlijk ook wel heel lekker is als het wel een beetje koud is. Dus dat moet wel... Even de beurt houden. Nu even 5 minuutjes wachten. Ja, let's go. A few moments later. Ja, ja, guys, super spannend. Ik ga nu voor mijn eerste slok komen. Ik ga dan uit de frigo. Moet het ook wel een klein beetje koud doen. Ja, dat is gewoon super goed. Ik heb de lekkere Oreo-ijs. Ik heb er heel veel zin in. Let's go. Ik pak even mijn hondentasje erbij. Een super mooi handje dat ik later zo graag wil hebben. Hij noemt een. Ach, waar staat hij hier? Je kunt lezen. Een Berger Australian. Oftewel een Australische herder. Heel mooi handje. Ik heb ook nog een leuke tas in. Een emoji-tas. Met allemaal leuke emojis erop. Maar ik ga gewoon de hondentas pakken. Opsie. Die breken, piano. En ik ga het. Oeh, oké, het moment is aangekomen. Ik ga proeven van de Oreo sap. Super lekker ruikt, want jullie jammer dat ik niet kan ruiken. Hier zat natuurlijk ook al een brokje af van mijn hondentasje. Waarschijnlijk is het een keer van ofzo, toen ik er niet bij was. Of iets ergens in een bokje ofzo. Oh, jammer, ik weet ook niet eens wat er allemaal is gebeurd met de tas. Oh, daar heeft dat hondje daarvan gaan beten. Nee, dat kan niet. Oké, ik ga het gewoon doen als ik ook niet te veel praten. Gewoon doen. Oh, het ziet er zo lekker uit. Ik ga het je lekker tonen. Oh, het is eigenlijk chocola. Kijk maar. Een klein beetje aan het tonen. Allemaal kleine brokjes. Oké, ik heb hier even aangelegd dat dat niet uittopt. Ik heb het dus een heel vol tasje van met Oreo. Een hondentasje met Oreo erin. Oké, ik ga nu van proeven. 3, 2, 1. Vanavond nog kans op regen of onweersbuien, later droog met opklaringen. Ook morgen en volgende dagen wisselvallig met regen of... Wel lekker, ik heel veel chocola. Natuurlijk doe ik een heel klein beetje melk in. Het is wel heel raar smaak.
Maar het is echt wel heel lekker. Dus nu testen we gewoon dit. Het ziet er heel vies uit, als barstel of zo, maar het is echt super lekker. Ja, nu, ja, het is gewoon lekker. Ja. Echt een heel aparte smaak. Maar die brokjes erin vind ik ook wel heel lekker. Ja, echt waar ze daar niet zoveel mixt. Want die brokjes erin zijn wel heel lekker. Ja, ik kan nog een beetje melk gaan beten. 3, 2, 1. Yes, ik heb de melk. Lekkere melk en ik ga een beetje een kom zelf melk bij doen en dan een beetje in mijn glas. Ik proef echt heel veel chocolade. Ik heb hier de glas en die ga ik nog even melk bij doen. Oei, is dat schuim, dat boeit niet. Oké. Een beetje melk erbij, natuurlijk ook een beetje in mijn glas melk erbij. Zodat de camera zo schuin staat, zodat ik dit kan niet. Dit kan niet. Zo. Natuurlijk hier nog een beetje melk bij. Zo, een heel klein beetje melk. En dan ga ik er gewoon terug van proeven. Of ik even van drinken, maar ik heb het al proeven. Het is eerlijk gezegd een beetje lekker. Maar ja, je kan altijd proberen en ja, altijd proberen. Oké, ik denk dat dit het einde was van de video. Hopelijk vond je deze video leuk dat ik een Oreo drankje of Oreo sap ga maken. Als je nog een leuke video's wil zien, abonneer dan even op Nina Rust. Als je het ook gewoon leuk vindt deze video, like dan de video hier allemaal onder. En als jullie willen dat ik nog iets anders maak, zeker laat het weten in de reacties. Of als je nog ideeën weet voor video's, laat het gewoon weten in de reacties. Dus dat check ik weer. De volgende keer weer nieuwe video. En nu is het nu pas de beurt aan het uploaden van een nieuwe video. Later! Hier, ik heb het echt letterlijk uitgeholpen. Ik heb in plaats van een rode drank echt een ijsje gepakt.